Morgen, Bike Bros, zonnetje schijnt. Wij zijn ready om naar de American Sunday te gaan op TT Assen. We hebben lekker overnacht in een hotelletje in Hoogeveen. We dachten, als we gewoon zaterdagochtend gaan, of zaterdagavond, dan hoeven we zondagochtend nog maar een klein stukje. Dus we hoeven nog 20 minuutjes tot aan TT Assen. Ik ben op de Harley en we hebben een mooi schuurtje gekregen van het hotel om de bikes in te parkeren. Dus je boy Crispy Reels is aanwezig. Zeker. Met de Lowrider ST Bomba. En hier de sportster daarachter. Ja. Dus we gaan de bikes even eruit halen en dan zie je ons zo op de weg. Nou, dit wordt onze cockpit view in 3, 2, 1. Yo guys, daar zijn we weer. De tank zit vol en we hebben nog ongeveer een kwartiertje, 20 minuten te gaan naar TT Assen. Het is volgens mij al lekker druk, want we zijn een beetje aan de late kant. We dachten, we gaan lekker overnachten, dan zijn we lekker vroeg op TT Assen. Ja hoor, het schopt erop bijna 11 uur joh. Hier, daar heb je de muscle cars al. Wow. Dat gaan we de hele dag zien. Allemaal van dat soort auto's joh. Nou, zoals jullie onderhand wel Crispy Reels kennen natuurlijk, van de video's, Instagram, zien jullie hem wel voorbij komen natuurlijk bij ons. Dit is zijn Sportster, 838 toch? 883. Uit 2011. 2011. Dus ja, zodoende. Hij belde me op en zei, heb je zin om mijn oude Harley mee te nemen naar American Sunday? En toen dacht Len natuurlijk, let's go! Ja, dat is wel mooi hoor. Dus ik heb mijn MT-07 even ingeruild voor een dikke vette Harley. En dat gevoel om zo met z'n tweeën op een Harley te rijden is wel heel anders dan dat je met je 07 naast een Harley rijdt. Zeg het je wel. Nou, je moet je tickets laten zien, denk ik, of niet? Niks voor je tickets laten zien, jongen. Die zat. Ja, of niet? Ja, die is druk aan het doen. Zullen we er gewoon langs op, of niet? Gewoon langs op, toch? Heel. Boah, dikke dingen, jongen. Oh. Oi, oi, oi. Fucking dik. Ja, kom wel. Kom. Ja, joh. Ah, maar jij hebt de tickets, hè? Hè? Denk het. Oh, laat. Oh.
Wow, deze is echt clean, man. Deze is fucking dik. Dankjewel. Nou, let's go. Tikken zeg eens kent. We gaan de tunnel door. De welbekende tunnel. Wat zei je? Ja, hier links alle bikes, man. Nou, kies een mooi plekje uit. Nou, kijk, guys. We hebben de bikes mooi naast elkaar gezet. Het ziet er wel echt fucking dik uit, zo. Ja, echt de boel gezien weer vandaag, man. Veel lijpe auto's, dikke blokken in die auto's, zo niet normaal. Track races met Harleys en shit, echt nog nooit gezien, dus dat was echt heel vet. Ja, wij gaan ook weer alles aandoen. We zijn een uurtje of 3-4 hebben hier rondgelopen, dus we gaan ook weer de spullen aandoen en dan gaan we weer richting huis. Maar ik neem jullie zo nog een stukje mee op de motor, dus ik zie jullie zo weer. Oké, guys, de motoren draaien weer. Ze zijn even lekker aan het warm draaien, zodat we een klein beetje kunnen reffen zaken in de tunnel hier. Iedereen is ook een beetje aan het inpakken. Het is 3:30 of zo. Volgens mij is het officieel tot 5:00. Dus iedereen die er vroeg was, die is nu een beetje aan het vertrekken al. Dus wij dachten ook van laten we spullen maar pakken. Kunnen nog een stukje binnen doorrijden en dan... Deze guy moet zijn motor nog even aantrappen, man. Waar gaan we heen dan? Links? Ja. Ja toch! Lekker herrie maken met de Harleys! Ja, stuur ons gewoon op een gridpad, joh. Wat is dit nou weer dan?
Klein beetje off-road. Oh. Kijk, bij Harley zitten dus knipperlichten aan de kant van het stuur, man. Dat is echt een Harley ding, of niet? En je knipperlicht, wat is hij aan het doen dan? Hij is sowieso een geocache aan het pakken, man. Hij is sowieso een geocache aan het pakken. Ja, man, 100%. Ik dacht echt, wat is die gek aan het doen? En toen dacht ik, ja, man, hij is sowieso een geo aan het pakken, man. Maar wat ik dus net was aan het vertellen, de knipperlichten bij Harley zitten, als je rechtsaf, er zit rechts een knipperlicht, dan ga je linksaf, heb je aan de linkerkant van je stuur een knipperlicht. En als jij een bocht maakt en de bocht uitkomt, dan is je knipperlicht ook weer uit. Als je een scherpe bocht maakt. Dus ook dat is best wel chill. En volgens mij doen ze dat, zoals die Yamaha, die MT-09 geven nu wel een soort van snel dat hij daar maar zeggen 3 keer tikt en dat hij dan vanzelf uitgaat, dat kan wel. Dus je ziet wel dat nu ook meerdere motormerken dat gaan overnemen, soort van. Ja, die komen zo afgaan, joh. Kijk hier, ging mijn knipperlicht, ging hem uit. Hoppa. Ik wist dat je dat ging doen. Hoppa, een beetje ref met je. Het voelt wel als je rotonde een beetje scherp of hard neemt, dat je echt wel met je koffers en je packs en zo over de grond schuren. Maar dat is helemaal niet. Maar dat voelt wel zo. Ja, bij beide. Bij jou ziet dat er ook zo uit. Maar als je zelf opzit, voelt dat ook zo. Oh, die gaat even off-road, denk ik. Dat was een grindpad, volgens mij. Dat kunnen wij ook doen. Nou, we zijn nu, we gaan nu binnendoor richting Veenendaal. Want mijn geliefde MT-07 die staat daar. Dan ga ik deze weer inruilen. En dan ga ik op de MT-07 weer lekker naar huis. In het donker, want de klok is een uurtje teruggegaan, man. Dus we hebben een uurtje langer kunnen pitten. Maar het wordt dus ook een uur in het donker. Dus een uurtje of 5, 5:30 en dan is het toch weer donker waarschijnlijk. Dus ik heb geen idee hoe laat het is, ik heb geen klok, maar ik denk dat het al bijna is. Ik denk een uurtje of 1,5 of zo. Nou guys, ik ga nu op een echte Harley. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Compleet. Deze rijdt zo smooth, zo comfortabel, mm-hmm. Echt power. Ja, je merkt het zelf al. Nou, we hopping on the Lowrider ST. Deze wil ik meenemen.
Wat is dit dan? Dat is RPM, toerenteller. Ah, oh, dik. Boah. Kiel, het voelt wel echt lijp, man. Nou. Oh, je moet wel gas. Zo, die packs moet ik ook even zoeken, hoor. Dat is altijd. Er zit iets verder naar voren dan bij die man. Zo, dit zit wel apart, man. Huh? Ja, fuck, ik denk, ik ben gewoon de eerste die op ben aan het bike rijdt, jongen. Maar het voelt wel echt apart, ja. We gaan er linksaf. Doe jij, hoe heet dat? Rotondes en zo, doe je dat in de twee? Boah, het voelt echt als een bakbeest wel, hoor. Ja, het rijdt wel echt smooth, jongen. Wow. Zo, je wordt echt gelanceerd, jongen. Wow, oh, we gaan hier rechtsaf. Ja, je wordt echt soort van gelanceerd als je hem... Wow, het voelt wel lijp. Maar ik moet zeggen dat die footpacks die jij op die sportste hebt, dat is wel echt ideaal, man. Ik kan blazen met het ding, jongen. Wow. Ik zie helemaal geen kloot, jongen, kutsel. Huh? Oh, ik voel het gewoon alsof ik in GTA zit, man. Ja, ik zweer, man. Het voelt echt alsof ik in GTA op die gekke chopper zit, man. Ik zweer het. Waar zit die knop voor je uitlaat dan? Hè? Huh? Oh, die zwarte onder je telefoon? Hè? Huh? Bij mijn duim. Ja, die zwarte ronde knop. Oh, ja, man. Dit voelt ook wel echt heel. Dit voelt hij opeens heel smooth, man. Ja, maar hier rij je ook gewoon heel makkelijk, gewoon veel te hard mee eigenlijk. Met zo'n bike. Dit is een beetje een Mercedes S-klasse, man. Ja, man, zo voelt het gewoon. Gewoon zo heel solide en dan rij je gewoon Duitse autobaan, gewoon linkerbaan volle bak en dan heb je het niet eens door, toch? En dan zie je iemand en dan wil je even geluid maken dan. Wow. Kerel. Wat een ding, jongen. Wow, ik snap wel dat je hier blij mee bent, man. Mike Boos, ik wil u even bedanken. Helaas is de batterij van de GoPro uitgevallen tijdens de rit. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te liken hier beneden. Te subscriben. En tot de volgende. Later.